En we besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 5 mei. De verwachting voor geheel Suriname ziet er als volgt uit. Gedurende de avond is er nog een bui mogelijk in het binnenland. In de avonduren blijft het overwegend droog. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel, overwegend in bosrijke gebieden. Morgenochtend is er een enkele regenbui mogelijk. In de middag vallen er verspreid lichte, lokaal, soms matige buien. De meeste buien komen in het binnenland voor, waaronder ook enkele onweersbuien. De wind uit het noordoosten tot oosten zal variëren met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. De windsnelheid kan toenemen tot maximaal 40 km per uur. De temperatuur vandaag en morgen kan een minimum van 21 graden Celsius bereiken en een maximum van 32 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt wel dat het morgen 5 mei vooral in het kustgebied winderig kan worden. In het binnenland kan er plaatselijk een matige onweersbui voorkomen.